Ik ben Hans. Wij zijn vandaag bij ons in de woning in Amersfoort. Nou, Klimaatmissie heeft ons geholpen door een plan op te stellen. Waarin zij stap voor stap aangaven welke maatregelen er te nemen vielen in deze woning. Klimaatmissie maakt het verschil door niet alleen een advies te geven, maar juist als het advies er is en de bewoner wil verder, die stap ook mee te nemen. De bewoner compleet ontzorgen van A tot Z. Wij hebben hier voor Hans en Ali een klimaatplan gemaakt. Daaruit kwam dat we 25 zonnepanelen hebben geïnstalleerd, een luchtwaterwarmtepomp hebben geïnstalleerd, meterkast hebben aangepast en we hebben alle radiatoren vervangen. We zien in de markt dat steeds meer bewoners op zoek zijn naar een duurzame oplossing. In het geval van Hans en Ali was de wens om gasloos te gaan. Daarom hebben ze een LG-warmtepomp geïnstalleerd waar ze mee kunnen verwarmen, maar ook mee kunnen koelen. Als je nu kijkt naar deze woning, is de overstap van gas naar luchtwaterwarmtepomp in nog geen 3 dagen gerealiseerd. Als alles is geïnstalleerd in de woning, dan begint er voor ons een heel leuk proces, namelijk de monitoring. Dat gebruiken we voor het onderhoud, maar ook om te kijken van hey, we hebben toen iets beloofd, berekend. Klopt dat? Klopt dat niet? Moeten we op zoek naar de oorzaak. De samenwerking met de Klimaatmissie is voor ons als LG als fabrikant heel belangrijk. Op deze manier komen wij in contact met de bewoners en krijgen wij nog beter inzicht in hun behoeften en wensen. Het fijne is dus dat voor de bewoners binnen zeer korte tijd een duurzame stap is gezet naar gasloos verwarmen. En het is daarnaast ook nog zeer energiezuinig.